clip heb ik eigenlijk gelanceerd, omdat dat is een voorbeeld van echt kromspraak. Dat kan niet zijn dat iemand voor zo'n feiten eigenlijk veroordeeld wordt tot 6 maanden. Eigenlijk is hij een activist ook, die voedselverspilling aanklaagt. En dat is een reëel probleem. Wat je merkt is dat je altijd maar meer een intolerant beleid krijgt tegen activisten en arme mensen in het algemeen eigenlijk ook. Ik hoop vandaag op een vrijspraak, maar natuurlijk, Belgische justitie, je weet dan nooit wat er gaat gebeuren daar. Vrijspraak Steven! Vrijspraak Steven! Vrijspraak Steven! Ik denk dat wat mijn vader gedaan heeft in naam is van veel mensen, in de positieve zin, die mensen hebben niet de kans om daarmee natuurlijk op tv te komen, omdat ze niet in aanraking zijn gekomen met de politie. Maar blijkbaar wordt het ook moeilijker voor de arme mensen om aan eten te geraken. Moeilijker en moeilijker. En wetende dan in uw achterhoofd dat al het eten in de vuilbakken gaat, is voor mij hartverscheurend. Dus ik vind het heel goed dat mijn papa doet en ik steun hem volledig. Ik sta volledig achter hem. Het Openbaar Ministerie is een zeer onderlegd man, zeer veel juridische kennis. Alhoewel ik vond dat hij de bal mis begon te slaan toen hij het had over de gevolgen en de milieugevolgen en zo verder. Dit heeft er niets mee te maken, het draait erom. Is uiteindelijk er diefstal geweest, ja of nee? Daar gaat het om. En als men dan de druk legt, die komt van het Openbaar Ministerie op het Hof van Beroep, om te zeggen, als je dit toelaat, dan ga je wat zien gebeuren. Dat is verkeerd. We moeten rekening houden met de bedichting die op dat moment ten berde ligt. En dat is diefstal. En volgens mij is er geen diefstal. Ik denk dat de procureur er zelf geen goed heeft aan gedaan met daar milieudelicten en alles bij te halen en de volksgezondheid, want uiteindelijk gaat het hier niet over. Dat is volledig naast de kwestie. Als zij mee willen stoppen of vervolgen voor die feiten is dat een andere zaak. En dan moeten daar feiten voor zijn of met het belasting kunnen gelicht worden dat ik de volksgezondheid in gevaar heb gebracht. Dat hij eigenlijk ook met mijn verleden daarbij kwam en mij een beetje ridiculiseerde als Robin Hood en Spider-Man en dat allemaal. Ik denk dat dat ook niet zo slim was van hem, van dat te doen. Omdat het toch, allee, ja, als je, mijn Facebook is publiek, ik heb geen verborgen stukken erop, iedereen kan zien wat ik doe. Ik ben al een vrij open boek, omdat ik dat gewend ben vanuit mijn job, mijn getuigenissen af te leggen en daarover hopelijk over te vertellen. Doen we dat niet echt gewoon, hè? Dat is een dure vraag.